De aankomende documentaire Demi Lovato, Dancing with the Devil is volgens de zangeres niet alleen bedoeld om haar verhaal te doen, maar ook om mensen te helpen. De zangeres doelt hiermee op kijkers die wellicht ook kampen met mentale problemen. Dit liet Lovato weten in een interview met Ellen DeGeneres. Tekst gaat verder onder advertentie. Ellen prees Demi om het feit dat ze zo eerlijk is in haar dossier en veel persoonlijke details vrijgeeft. Ja, ik praat inderdaad veel. Ik denk dat het goed is dat we nu in een tijd leven waarin rolmodellen ook fouten maken en mensen zien dat niemand perfect is. Ik hoop dan ook echt dat anderen geholpen zijn als ze zien welke reis ik heb afgelegd om te komen waar ik nu ben. En dat ze denken, dat kan en wil ik ook, aldus Demi. De zangeres wil met haar dossier graag haar kant van het verhaal vertellen. Er zijn zoveel dingen gezegd destijds, dat ik voor eens en voor altijd duidelijk wilde maken wat er nou echt gebeurd is. Ik kan niet wachten om mijn verhaal met de wereld te delen. Demi overleed in 2018 bijna aan een overdosis drugs. Volgens artsen had ze nog 5 tot 10 minuten te leven toen ze in het ziekenhuis aankwam. Ze overleefde het, maar liep wel hersenbeschadiging op en verlies aan zicht. Buzzelets blok ADS.